daar ligt er eentje. Lekker pakje Pokémon kaarten. Daar gaan we. Ik ben benieuwd wat erin zit. Struggle met die. There you go. Oké. Dat ruim ik straks wel op. 1, 2, 3, 4. Toad, shopping center. Oké, en? Het is wel een mooie kikker. Yo, hallo, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Joost. Vandaag gaan we Pokémon kaartjes openmaken van de nieuwe Evolving Sky serie. En elke keer als ik een sikke kaart krijg, dan moet ik iets met de dieren gaan doen. Dat wordt spannend, let's go. Ah, kijk eens aan. Nog eentje. We zijn nu bij de baardagaam, panterschildpad en de blauwtongskink. Nou, ik ben benieuwd. Als ik hier een goede kaart uithaal, zo'n V-card of een full rare of een holo of wat dan ook, dan moet ik hier iets mee doen. Als ik mijn pakje open krijg. Oké, daar gaan we. Energy, Flaffy, Ursaring, Psyduck, Eevee, Cutiefly, Applin, Switching Cup. Nou komt die. Is het een mooie kaart? Het is in die Seismitoad. We gaan weer verder. Ik zie er hier twee. Dat betekent dus dat als ik nou weer een Seismitoad krijg, dat ik nog een tweede kans heb. Want hier liggen allemaal kleine schildpadjes aan. Poging 3. We gaan het zien. Gaan we er wat moois uit krijgen. Scrafty. Reap. Oeh, ik zie al een randje, maar ik weet niet of dat het goede randje is. Nou, dat is een holootje. Dat is een holo Zapdos. Die keur ik gewoon goed. Wat gaan we doen met de schildpadjes? We gaan eens even kijken of dat jij daar het verschil kan gaan zien tussen een mannetje en een vrouwtje. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje? Ja, maar voordat we dat kunnen gaan doen, moeten we wel eens even eentje gaan vangen. En zoals je misschien wel weet, kunnen deze nogal hard bijten. Dus zeg maar, ga je er eentje uithalen of ik? Ja, ik wil het wel doen. Moet ik hem aan de zijkant pakken of wat is de bedoeling? Zelfs als je een hamburger pakt aan de zijkant. Ik heb hem te pakken. Helemaal goed. Nou, dit is dus een roodwangschildpad. Yeah. Zie je dan die rode streep aan de voorkant. En op het moment dat je wil gaan kijken of het een mannetje of een vrouwtje is bij deze dieren, dan ga je kijken naar de lengte van de nagels en de lengte van de staart. En het gaat om de voornagels, de voorste. Okay. Ja. Die zijn wat... Semi-semi. Semi-semi, oké. Nou, niet iedereen weet dit, maar schildpad hebben ook nog eens een keer een staart. Dus draait hem maar eventjes om. Die zit een beetje naar binnen gekant. Ja, die zit een beetje naar binnen toe. Kijk, hier zit hij. Oh ja, ik zie hem. Dit is de cloaca, doen ze langs de poep en plassen en zo een eitje leggen. Ja. En dit is dan de staart. En dit is een kort staartje. Dan moet het een vrouwtje zijn? Dit is een vrouwtje. Zo. Nou, wees vrij, jongen. Meisje, sorry, excuses. Daar gaat hij weer. Zo, we zijn boven en ik zie hier een hele hoop prachtige dieren. Zo hebben we hier een neushoornleguaan. En hier een kroonbasilisk. En ik zie hier ook meteen twee pankies. Er hoeft maar één goede kaart in te zitten. Zo'n holo Zapdos is gewoon voldoende. Dus we gaan gewoon kijken en dan gaan we waarschijnlijk iets doen met de kroonbasilisk. Ik ben heel erg benieuwd. Ik merk nu, ik heb nu ook natte handen van die schildpad. Nou gaan die pakjes minder soepel open ook. Hey, hoe lang hebben jullie al geliked? Hebben jullie al geabonneerd? Terwijl ik dit pakje openmaak. Andere. Oké, hoop voor zegen. Dan gaan we weer, jongens. Pakkie 4. Moon en Sun Badge. Oké. Ik vind de nieuwe Pokémon kaart wel best wel nice trouwens. Wil je ze ook checken? Check even link in de beschrijving, jongens. Of natuurlijk een speelgoedwinkel bij jou in de buurt. Even kijken. Swablu, Seedot. Oké. We hebben een glimmende, maar dat is niet de glimmende. Nee, dat is een normale. Maar, ach, kijk eens. De aanhouder wint. 1, 2, 3, 4. Oh, volgens mij zag ik al een glimmer. Dat betekent dat we zo meteen iets moeten gaan doen. Flabébé, en dan moet hij, als het goed is, achter de Seedot zitten. Ja hoor, dat is een holo floor jazz. En dat betekent dat we weer wat moeten doen. Nou, ik wil eerst even kennis laten maken met onze insecten. Je ziet, we hebben hier een hele mooie Afrikaanse soort zitten. Er is een trekspring aan. Oké. En die ga ik er even eentje uithalen. Die moet je daar ook even gaan vasthouden, want die mag je daar gaan voeren. Oké, jij houdt hem ook gewoon heel casual vast. Gewoon de normaalste zaak van de wereld. Ja, dus het is een sprinkaan. Ja, die springt weg. Nou, dat niet zozeer, maar het is een graseter. Oké. Dus je hoeft niet bang voor te zijn. Nou, een sprinkaan vast. Hallo, sprinkaantje. Kijk eens eventjes. Hallo. Nou, zoals je ziet hebben we best wel grote pincetten. Ja, dat heeft met name te maken om jouw afstand van mond, reptiel tot aan vingers, om die zo groot mogelijk te maken. Ja. Doe hem er maar tussen. Gewoon hier weer? Ja. We gaan hier bij de basilisk? Of? Nee, bij de neus. Oh, we gaan echt naar de neus. Hij ziet het al wel. Hij zit daar lekker achterin nog te slapen. Hé, makker. Ik heb een sprinkaan voor je. Vriend, ik heb voor jou een mooi sprinkaantje. Hé, kijk eens. Alsjeblieft, pak hem maar. Ja! Ik heb hem. Hé, smakelijk, hè? Ja. Ik vind het nog leuk ook eigenlijk. We gaan zien wat we nu te krijgen en of we dan waarschijnlijk wat met de veraan moeten doen of wat dan ook. We gaan het zien. Oké. Oeh. Ik weet niet of ik goed zag wat ik zag, maar... En dan gaan we naar Energy. Oké. Oké, Woobat. Oké, we hebben hier een glimmende, maar dat is de normale glimmende. En... Dat is een Flareon V-Max. Dat is een hele mooie speciale kaart waar we weer wat mee moeten doen. Maar ik ga deze eerst eventjes in de sleeve doen. In een sleeve ermee, hoppakee. Dan is die in ieder geval veilig. Ga je ook kennis laten maken met de andere diersoort? Oké. Ga ik hem eerst even openmaken voor je? Eierdozen.
Maar dit zijn dus kakkerlakken. Oké. Uit Zuid-Amerika. Ja. Hou maar vast. Die zit ook af en toe wel eens in mijn schuur. Maar dan iets minder groot. Ik hoop het niet. Niet heel veel mensen weten dit, maar kakkerlakken is echt een hele goede voedselbron voor heel veel dieren. Ja. Dus denk bijvoorbeeld ook aan vogels, maar dat is ook gewoon reptielen die hier hebben zitten. Dus we gaan even kijken dat jij deze aan een hagedis kan geven. Oké, dat is prima. Is er nog een bepaalde manier hoe ik hem moet vastpakken? Oh, wij pakken meestal aan het uiteinde. Ja, heb je hem? Ik heb hem. Check. Hier is een steppenvaraan. Steppenvaraan zijn hele goede jagers. Ja. Maar we gaan deze uit pincet voeren. Ja. Hallo steppenvaraan. Ik heb wat voor je. Hij ruikt met zijn tong. Ja, dat zie ik. Oh. Is het erbij? Ja. Oké, smakelijk eten. Hapselijk weg. Toch ging heel snel. Wel gaaf, hè? Elke keer dan gaat hij de tong eruit. Ja. Pakt hij de geurtjes op die in de lucht dwarrelen. Ja. En dan vervolgens dan weet hij dus waar dat zijn prooi of water of waar hij nou op zoek is. Ja, precies. Ah. Je vraagt je misschien af waarom wij in godsnaam Pokémon-kaartjes open aan het maken zijn trouwens in op deze plek. Nou, de nieuwe serie natuurlijk van Evolving Skies zijn eigenlijk alleen maar draken en dino's. En ik denk, nou hè, wat zijn eigenlijk de draken en dino's van de normale wereld? Nou ja, leguanen en hagedissen en dat soort dingen dus. Ik ben heel, heel blij dat hier geen pakkie kaarten ligt. Het is hier gelukkig leeg, want anders hadden we... Ik wil er niet eens over nadenken eigenlijk wat we daarmee hadden moeten doen. Oh, kijk eens aan. We hebben er twee hier bij de blauwe boom vooraan. Dus dat betekent weer dat we twee keer zoveel kansen hebben op natuurlijk zo'n rare card. Hij zit me wel aan te kijken. Ik heb het gevoel dat hij weet dat er in die pakjes zit, want dan krijgt hij waarschijnlijk eten of iets anders. Ik weet niet wat we gaan doen met hem. Potas, Lillipup. Oké. Allemaal nieuwe plaatjes ook, joh. Die heb ik allemaal nog niet gezien. Daar gaan we. Het is dus zover. Voor Corona V-card, joh, dat is gewoon een hele goeie. Nou, wat gaan we doen met onze blauwe boomvaraan? Nou, deze blauwe boomvaraan laten ze met zijn kleuren zien dat hij niet met zijn eigen laat zollen. Nee. Dus stel voor op het moment dat zo'n dier gaat bijten, wat hij natuurlijk nooit zomaar doet. Dan heb je dus kans dat je dus een flinke infectie gaat krijgen. Oh, fijn. Dus maar het is wel iets spannender dier, maar we gaan hem ook lekker wat voeren. Ja, ik begin een beetje te zweten, maar oké. Het grote voordeel van deze dieren is, ze zijn heel erg slim. Mm-hmm. Dus hij heeft heel veel interesse in hetgeen wat daar in jouw pincet zit, maar niet in jou. Niet in mij, oké. Nee. Maar dus, dat vind ik fijn. Dus het feit dat sommige reptielen als gevaarlijk worden neergezet, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want ze willen gewoon overleven. Hey, makker. Kijk eens. Dus, ja, laat hem maar een beetje lopen. Daar gaat hij, joh. Hij kan hem klimmen. Ja hoor, laat hem maar gaan, hoor. Waarom doen we dit met een giftige hagedis? Oké, hier, eet hem maar op. Oh, hij heeft het te pakken. Ik ga weer naar buiten. Hij doet echt supergoed. Mooi, dan heb ik in ieder geval nog een tweede carrière kans als dit allemaal niet werkt. Hij ziet, hij had helemaal geen interesse in jou. Nee. Maar alleen in de springkaan. In de springkaan, dus daarom is het niet gevaarlijk. We zijn aangekomen bij de dwergkaiman. Dwergkaiman, dankjewel voor je pakkie. Ik zie hem niet eens zitten. Hij is verstopt. Eigenlijk ben ik nu op zo'n punt dat ik gewoon benieuwd ben eigenlijk wat ik moet gaan doen zodra ik een goede kaart pool. Dus het is... heb ik ook gewoon een leuke dag vandaag, hè jongens. Hebben jullie een leuke dag? Doe even een duimpje, joh. Nou, weer verder. Vierbes, Hoppip, Hipmonchan. Gaan we bij de laatste kaart kijken. Nou, dat is een Zoroark, maar hij is holo. Wat gaan we doen met de dwergkaiman? We gaan daar ook even eentje uithalen. Mag je ze tanden gaan poetsen? Dat meen je? Nee. Dwergkaimannen zijn super gave dieren, maar ze willen met name het rust worden gelaten. Oké, dus geen tanden poetsen. Dus we gaan geen tanden poetsen. En tevens hebben ze ook niet nodig. Ze eten geen snoep, drinken geen cola. Dus wat dat betreft hebben ze al eerst nooit geen gaatjes. Geen suiker, nee. Check. Ja. Oké. Ja, er zitten drie in hier zo. Lekker te chillen, onder het water. Vooral wachtend wanneer er eten voorbij komt. Oh, stel dat er wat lekker visjes voorbij zwemmen. We hoeven geen tanden te poetsen vandaag van krokodillen. Of wat is het? Het is een... Een kaiman. Een kaiman. We zijn weer beneden aangekomen. Oh, ik zie daar twee pakjes en ik zie hier twee pakjes. Laten we bij deze beginnen. De groene leguaan, de zwarte leguaan en de kolenbranderschildpad. Hey, vind je het goed als ik deze even pak? Lantern, Ursaring, Crystal, Pikachu. Oké, Litleo. En dan hebben we nu de Seedot die glimt. En dan? Oké, pak je één geslaagd, maar ik zie dat jij er nog eentje voor me hebt. Energy. Trouble, Dreamball. Er zit helemaal niks in. Er zat niet eens een glimmer in. Leguanen, ik laat jullie met rust. Ik heb de hint begrepen. Maar ik zie dat hier nog twee anderen staan bij Afrikaanse stierkikker. Zo, die kikker is echt zo groot. Oké, kikkerman. Wat heb jij voor me dan? We gaan door. Eevee. Hipmonchan, yes. We hebben in ieder geval weer een glimmende, maar niet de... Holo Salamence. Ja hoor. Wat gaan we doen met onze vriendelijke Afrikaanse stierkikker? Nou, mij leek het wel gaaf om eventjes eruit te gaan halen. Oké. Eigenlijk wil ik dat jij dat gaat doen.
Ik moet hem eruit halen. Ja. Het is een amfibie. Amfibie hebben een heel ander soort huid. Die absorberen eigenlijk alles. Okay. Dus daarom hebben we eventjes voor de veiligheid van het dier even wat handschoentjes. Ja, dus, absorberen ze mijn handvocht. Nou, bijvoorbeeld. Maar ook onder andere als je eventueel handgel op hebt gedaan of net je handen met zeep hebt gewassen. Nou, ik heb wel heel veel Pokémon-kaarten aangeraakt. Ik weet niet of dat helpt. Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig. Ik heb toch een beetje een vreedhandje. Oh, dat ding is echt enorm. Wow. Nou, we hebben deze vernoemd naar Jabba the Hutt. Ja, dat snap ik heel dus, goed. goed, dus eigenlijk weer een beetje hetzelfde als bij de schildpadden straks. Lekker, ja. Lekker aan de zijkant pakken en laat hem maar aan de kijkers goed even zien. Jabba the Hutt, hallo. Yes, niet te hard. Gewoon lekker ontspannen, lekker vasthouden. Wow, dit ding is echt enorm. Ja, hele sterke achterpoot waarmee je dus ook echt een beetje kan hoppen. Ik hou. Dus echt 2 meter springen, zeg maar, dat doet hij niet. Nee, oké. Okay. Maar vrij sterke poten. Hij verandert niet in een prinses, dat dan helaas niet. Ik wilde hem bijna een kus geven. Dat heb ik al geprobeerd. Oké. Okay. Han Solo, goed gedaan. Ja, thanks. Zijn zo te zien weer bij het begin aangekomen van deze mooie tour. Maar onze vriendelijke vrienden, de sporenschildpadden, die hebben gewoon nog 2 pankjes voor ons. Aan het begin van de video wilden ze me geen leuke kaart geven, maar misschien nu wel. Misschien dat we toch nog wat met deze makkers gaan doen. We gaan het zien. Ik hoef niet eens te pakken, want kijk nou, dit is de ziekste kaart die we tot nu toe hebben gepakt. Echt, ik zweer, Leafeon V-Max, full holo, met ribbel. Ik zag hem er tussen uitsteken, de hele spanning is ook gewoon weg. Tadaa. Zo, die is veilig. Maar of ik veilig ben, dat weet ik nog niet, want dat gaan we doen met de sporenschildpadden. Yes, nou deze grote sporenschildpadden hebben we ook wel eens bulldozers genoemd, want die bulldozer overheen. Oké. Okay. Waaronder ook dat ze onze mooie kunstboom erachterin hebben ze ook om laten vallen. Ik dus zie hem aan jou deze hele mooie levende hindernisbaan om er even tussendoor te gaan springen. Oké. Okay. En maak dat verblijf even een beetje netjes, dat het weer mooi aantoonbaar is voor de mensen hier. Ja, dat snap ik, ja, want dat is natuurlijk niet aan maat te zien. Die plant daar ligt helemaal omgevallen. Deze sporenschildpadden zijn een van de grootste landschildpadden in de wereld. Mm-hmm. Dus dit zijn ook allemaal nog maar relatief kleintjes, want ze worden nog een stukje groter. Okay. Laat ze niet op je tenen staan, want je hebt geen stalen neus aan. Nee, absoluut niet. Dus kijk daar even vooruit. Voor de rest zijn het 100% planteneters. Ja, dus, ze zullen niet meteen al happen. Ik kom er even in. Don't mind if I do. Hier hebben we nog een paar pantenschildpadden. Zie je met de pantenvlekjes, zie je dat op de schild. Je mag even eentje proberen op te tillen. Ja, dat gaat me denk ik niet lukken. Ja, ga je gang. Til maar op. Die zit toch hartstikke zwaar, zei je? Ja, dat valt wel mee hoor. Of je genoeg spinazie hebt gegeten in je leven. Oh, jezus, dat is echt heel zwaar. Dat gaat je niet lukken. Als je voelt, lekker warm hier binnen, hè? Ja, het is echt snikheet. Ja. Alle reptielen zijn koudbloedig. Ja. Dus dat houdt in dat ze echt warmte nodig hebben om uiteindelijk hun spijsvertering en hun buik lekker in gang te houden. Ja. Dus daarom moeten we hier zoveel warmte gaan stoken. De plant staat weer. Toppie. Oh, ze hebben de hele deur gebarricadeerd. Kom op, ga nou. Oké. Schildpadden zijn ook oprecht nieuwsgierig, hè? Ja, dat merk ik inderdaad. Dat was mijn avontuur. En nou hebben we eigenlijk nog 1 pakje over van de schildpadden. Nou hebben we natuurlijk al een hele zieke kaart en dan hoeven we niet nog een keer te reserveren. Maar we gaan hem wel even openmaken. En dan hebben we in ieder geval nog een laatste mooi pankie om deze video mee af te sluiten. Oké, daar gaan we. Golduck, laatste pakkie. Boot, Rimby, Swallow, Litleo. Oké. En de laatste kaart is gewoon een normale Sharpedo. En daarmee beëindigen we de video. Dankjewel voor het kijken natuurlijk. Dankjewel Asmodee voor het sponsoren van deze video. Check de Pokémon kaartjes in de dichtstbijzijnde speelgoedwinkel bij jou in de buurt. Dankjewel Reptielhuis de Aarde voor de fantastische tour. En natuurlijk dat ik al die prachtige dieren mocht vasthouden en voeren. Dat was echt geweldig. Ik ga van mijn winst genieten. Dankjewel voor het kijken. Je hebt natuurlijk gezien dat ik tijdens het unpack een hoop van deze codetjes te pakken heb gepakt voor de online trading card game. En die kan jij winnen. En hoe je dit kan winnen, dan moet je eventjes in de beschrijving checken. Daar staat uitgelegd.